1666, the 2nd of September. Tommy was in die tijd bezig aan een experiment, een nieuwe uitvinding, wat waarschijnlijk de voorloper van de microwave is, was. En Khufu, om zijn werk wat te bespoedigen, is waarschijnlijk op een nacht aan de haal gegaan met die uitvinding van Tommy. Hij had daar een brand gesticht in Londen. En dat was Men weet niet precies wat er gebeurd is, maar Londen is die nacht bijna totaal afgebrand. In 1666, I mean, if you think about the numbers, there's a 666. Nou is 1666, nou ja, ja je hoort, je ziet het, 666 zit erin, het jaar van het beest, dus het was een soort van voorspeld. Khufu, ja. Ja, er is ook een theorie dat Khufu een afgezant van de duivel zou zijn. Er zitten weer twee U's in. Wat ook weer refereert aan bijvoorbeeld Nibiru, die dus. Now, this is hearsay. This is what people talk about. The chat. Er is ook een theorie dat de bakker Fariner, gewoon een pijp rookte en daarmee de boel in de fik gestoken heeft. Ik vind het Nibiru Khufu verhaal, dat het houdt meer steek. Ja, zonder meer.